Yes. Want hoe zien jullie bijvoorbeeld dan die transitie? Wel, de ambitie 2027, toen wij die bij GS1 Global hebben afgesproken, die was eigenlijk heel simpel. En dat betekent eigenlijk dat eind 2027 aan alle kassa's wereldwijd de GS1 datamatrix, de klokjes of de GS1 QR-code met digital link moet kunnen scannen. En wij hadden gedacht dat dit nog wel een tijdje zou duren eer dat wij die implementatie in de markt zouden zien. Maar wat we vandaag zien, en vele sprekers hebben er eigenlijk al naartoe gesproken, en als je kijkt ook naar de resultaten van de Mentimeter, consumer engagement, verpakkingsinformatie, legal compliance, dan zie je natuurlijk dat heel die nieuwe wetgeving die in een stroomversnelling komt naar de bedrijven toe, naar de consumenten toe, dat wij eigenlijk een implementatie gaan zien van de GS1 QR-code en de datamatrix op een veel hogere snelheid dan wij eigenlijk hadden verwacht. En wat we geprobeerd hebben vandaag is natuurlijk eigenlijk al een paar van die use cases te laten zien om iedereen een beetje warm te maken. Wat is het nu eigenlijk? Wat doet het nu eigenlijk? En voor welke use cases kan het eigenlijk gebruikt worden? En we hebben de use case vandaag gezien van de deforestation, de ontbossing. Dat komt er eigenlijk al tegen het einde van het jaar aan. Degenen die goed gekeken hebben en goed dachten te begrijpen hebben, het lokaliseren van een plantage, dat doe je met een global location number, het identificeren van de boer of degene die de cacaobonen eigenlijk aan het maken is, dat kan een GLN zijn, dat kan ook een global cap number zijn, de verschillende identificatiesystemen in de wereld. Het ganse tracken en tracen van die events die dan eigenlijk van die cacaoplantage, degene die het daar gedaan heeft, degene die het invoert, degene die het verwerkt, degene die op de markt brengt, zijn allemaal punten waar een identificatiesleutel eigenlijk nodig is. En aan die identificatiesleutel wordt bepaalde data verbonden, tot het dan eigenlijk aan de consument komt. En dan via die QR-code gaat men dan eigenlijk toegang krijgen tot die informatie. Maar het is niet alleen, we spreken niet alleen over ontbossing, we spreken ook over in 2025, 2026, over elke batterij, dat wordt vandaag niet op de markt, dat elke batterij die op de markt wordt gebracht, zal veel meer informatie moeten delen in de keten. Een wetgeving die al van toepassing is, is degene op de wijnen en sterke dranken, waar de wetgever eigenlijk zegt als je nutritionele informatie moet delen met je klant, en je kan op twee manieren doen, ofwel plaats je het op het etiket, wat men niet altijd plezant vindt. Of je kan het op een digitale manier doen, via de QR-code. En nu gaat het langzaamaan zien gebeuren bij ons in de markt, dat je eigenlijk op een goede flesje never de QR-code gaat kunnen scannen als je wilt weten hoeveel calorieën ben ik hier aan het consumeren. Dan ga ik veel werk hebben bij de Hasselt Genever. Zeker en vast in Hasselt. Straks komen we terug op verpakkingsdata. Dat is een heel groot en heel moeilijk topic. Maar we gaan proberen met de ganse GS1 community daar goede akkoorden over te maken. Iedereen voelt dat daar een zeer grote nood is om die verpakkingsdata met elkaar te delen. Ik heb het nog niet gehad vandaag over statiegeld, maar statiegeld, misschien beslist men nog voor de verkiezing of na de verkiezing. Maar wat is dat? Dat is ook een unieke code die gaat gescand moeten worden om eigenlijk je statiegeld terug te krijgen. Dus we kunnen die in een datamatrix steken, we kunnen die in een GS1 QR-code steken. We gaan niet te technisch worden, maar het gaat er allemaal in zitten. En dan kom ik eigenlijk tot het eindpunt waar we het ook nog straks over gaan hebben. We zien heel veel wetgeving, maar we willen eigenlijk maar één GS1-barcode op het product zien. Er is ook niet veel plaats. Hè. De mensen hebben niet veel plaats op het etiket. En de one barcode fits all is eigenlijk onze strategie. We hebben vandaag ook gezien naar de marktplaatsen. Marktplaatsen, enorm veel producten. Zonder de juiste identificatie verkoop je niet meer op een marktplaats en er is meestal een hit in. Maar de marktplaatsen en e-commerce platformen gaan allemaal aan die nieuwe wetgeving moeten voldoen en allemaal data moeten delen en verplicht worden om eigenlijk ook hun consumenten eigenlijk te gaan informeren. Er zijn ook nog wat andere issues, child labor, kinderarbeid. Het is ook vermeld door Greet, speelgoed die op de markt wordt gebracht, moet aan een aantal zaken voldoen. Al die zaken kunnen we vandaag soms zeer moeilijk controleren en we hopen dat met die enige GS1 QR-code
dat dit eigenlijk gaat kunnen. En hoe noemen wij dat eigenlijk vandaag de dag? Wij noemen dat eigenlijk, wij zien wereldwijd de handel digitaliseren. En waarom wil men de handel digitaliseren? Dat is omdat er eigenlijk heel veel nieuwe noden zijn om te kunnen tracken en tracen door heel wat regeringen in de wereld. Als we kijken naar Europa, dan zegt Europa, wij willen eigenlijk onze economie ook sterker maken door die efficiëntie te krijgen en heel wat zaken te digitaliseren. Vandaag hebben we het niet gehad over de logistiek, maar bijvoorbeeld de elektronische ECMR, de vrachtbrief, de elektronische vrachtbrief, is daar ook zo'n voorbeeld van hoe dat je efficiëntie in de keten kan brengen. Dus op die manier gaan we dat implementeren. En er is maar één advies natuurlijk dat wij geven. Ja, start morgen, just do it. En laat ons leren. Wij zullen natuurlijk wel de nodige guidelines vooropstellen hoe dat je het best aan de slag gaat, maar just do it. Ja, want dat we ook vragen, ja, hoe zien jullie jullie rol in het helpen implementeren in begeleiding van leden? Bijvoorbeeld, hoe gaat dat in zijn werk gaan? Wij doen dat meestal met guidelines. En ik heb toen hier juist een neutraal blikje op het scherm met de situatie die vandaag is. En ik denk dat John heeft er een beetje over gesproken, ook Dirk van Koruit. Hoe gaat eigenlijk deze identificatie, kent u, hè? Dat is degene die we vandaag eigenlijk hebben op onze producten. Maar we gaan natuurlijk een heel grote fase hebben vanaf, laten we zeggen, nu naar 2027 toe, waarin dat eigenlijk die twee barcodes naast elkaar gaan bestaan. De co-localisatie, in een moeilijk woord. Daar is heel wat aan verbonden natuurlijk. Waarom is dat zo? Ja, dat heeft te maken met scanning enzovoort. Daar gaan natuurlijk ook wel nog wat guidelines rondkomen, hoe dat we dat eigenlijk graag zien gebeuren. En zo gaan we dat proberen te implementeren aan de brands en ook aan de retailers voor hun private label. Als je er een QR-code al bij zet die GS1 compliant is, zorg dan dat je bepaalde regels gaat respecteren. En, en hoe ziet het dan uit in de finale fase? Iedereen weet het. In de finale fase, one barcode fits all. De GS1-barcode met GS1 Digital Link geeft u de toegang tot de wereld van de handel en tot de wereld van eerlijke en betrouwbare handel op dat vlak. En dus ja, Mark heeft het in zijn inleiding gezegd, we staan aan de vooravond van een zeer belangrijke transitie. 50 jaar hebben we geleefd met de streepjes. De komende 50 jaar gaan we leven met de QR-code. En ik hoop dat we die transitie mooi kunnen begeleiden met de ganse community. Ja, en heerlijk dat wij die van zo dichtbij mogen meemaken. Deze namiddag een heel interessant programma. Daar gaan we meer de groene tour op. Ik ga daar nog niet te veel over zeggen, maar groen zal daar de boodschap zijn. Dus we hopen natuurlijk dat iedereen bij ons blijft. Maar Jan, wat zou u nu al misschien aan onze genodigden willen kunnen meegeven? Er is maar één boodschap die ik kan geven aan jullie. Wij zijn GS1, wij staan ten dienste van onze 9000 klanten. En just get it done, want wij zijn GS1. Kijk naar de video.